Vandaag is een hele speciale dag voor mij en voor mijn maatje. Jij bent ook gek, jongen. Kijk dan! De ballen! Yo! Oh, yo, oh, yo, oh, yo! Oh! Wow, gek! Kijk hem! Maar hij verbindt er ook niet meer mee. Het zal echt zijn, hè, als hij weg is, de drone. Knol, power! De drone! Ja, de drone daar! De drone! Wacht, de drone! Ik had een haartje op mijn lip. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. En ik ben vandaag in de roze, lekkere KP Teddy Hoodie vibe. Want het is koud buiten, het is heel erg koud. En we gaan vandaag iets heel erg tofs doen. Misschien hebben jullie het al gezien aan de thumbnail en aan de titel. Maar vandaag is een hele speciale dag voor mij en voor mijn maatje. En niet alleen mijn maatje, maar ook mijn vismaatje Daniel. Yes! We gaan niet alleen straks de nieuwe auto van Daniel bewonderen, maar we gaan straks ook iets bewonderen wat wij het aankomende jaar met z'n tweeën kunnen gaan gebruiken. Bam! Poef! En dat is echt keihard, dat is echt super tof. Dus daar gaan we sowieso van genieten. Nemen we jullie straks mee naartoe. En we gaan met Daniels nieuwe auto, dus dat wordt ook super leuk. Maar Daniel die heeft cadeautjes meegenomen, zei hij. Ja! En Daniel is helemaal hyped. Hi Ro. Tuurlijk. Goeie. Wat staat erop allemaal? Merry Christmas, XX Dani. Wow, kijk die tekening. Ik heb nog nooit zo'n kerstman gezien. My Roan, pizza calzone. Oh yeah. Oké. Okay. Nice. Nou, dan ga ik het even openmaken. Ik wil het eigenlijk niet kapot maken. Dankjewel. Waarom krijg ik net zo'n lelijke kerstman erop? Nee, die is juist grappig. Oké. Okay. Het is eigen kerstcadeautje, maar je mag hem al openmaken. Ja, we hadden hem ook al onder de boom kunnen liggen, maar Mayan is al bezig. Oké, dan wat? Nee, doe het maar open, joh. Ik wou de tekening heel houden, maar dan gaat het. Dat gaat niet lukken, nee. Gewoon rippen. ik ben niet zo goed in inpakken en ik had geen inpakpapier, dus ik heb gewoon tekenpapier. Ik heb geslakt. Ja, dat vind ik wel leuk. Wat is dit zeg? Wat zal het zijn? Snowboard, hè? Huh? Weet jij al wat het is? Ik heb geen idee, schat. Dat is niet mijn cadeautje. Huh? Trek hem open. Maak open. Wat heb jij gekocht? Heb je gewoon een snowboardbril gekocht? Wow, die is vet. Wat? Wow, die is super cool. Wow, die is echt mooi. En ik heb serieus net een nieuwe roze jas. Heb je dat gezien? Nee. Mijn snowboardjas. Ja, fuck dik. Dat is toch cool? Nee, die wil ik. Check wat ik aan heb. Ja, die perfect. Dankjewel. Dat is echt lief. Ja, dat is wel heel erg lief, ja. Ja. Wow, Daniel, jij bent echt lief, man. Ik ben echt lief. Je bent echt super lief. Echt lief, man. Moet je kijken hoe super ziek, gewoon die dezelfde kleur roze is met de hoodie. Ja, echt. Oh vet. My god. Je vet? Ja, heel vet. Ja, ik ga die sowieso afwisselen met mijn andere bril. Heel dat tof. Dat is echt cool. Nou, dan ben je wel benieuwd naar mij, hoor. En Mayan lekker in de knolpauw onesie. Ja, lekker, hè? Lekker, dat was wel echt top, hoor. Want ik ging gewoon opstaan en lag naast mijn bed. Ging zo aan dit aandoen en het ging zo weg. Ja, meestal heeft Mayan zoiets van, oh, ik kan niet naar de woonkamer, want Noël slaapt op de bank en Bas slaapt bij de logeerkamer. Ja. En Noël blijft sowieso weer een tijdje hier slapen vanwege de lockdown. Dus dat wordt superleuk. En ja, meestal doet Mayan dan een shirt van mij aan die zo lang is, zodat ze haar string aan kan houden. Ja. Maar nu ga je gewoon in één keer met je string in je onesie. Yes. Dus dat is wel fijn. Oké, daar gaat hij. Voor je van de art op deze? Mooi, hè? Ja, die is wel echt gaaf, ja. Hij is echt leuk. Ja, knap gemaakt. Ja, je kan echt goed tekenen. Ja, ik vind dat sowieso super knap hoe jij dat kan. Oh mijn god. Mooi, joh. Ik denk aan een kleur als dat het is. Mooi, joh. Oh mijn god. Zeg het nu. Rood. Vandaag is... Ik weet het niet. Geel. Gast. Wow, yo, die is vet. Wow. Gewoon geel. Die ziet er sick uit. Holy moly. Wow, die is echt nice. Wat lijf, gast. Wow, die ziet er echt cool uit. Ja, graag gedaan, man. Ik hoop voor het cadeau. Ja. Echt super sick. Ik dacht, die kan al als een pas komen. En volgens mij zit die serieus ook goed bij jouw neus, of ja, niet? Ja, klopt. Ik heb echt super veel moeite met goede snowboardbril of goede skibril vinden. Dat die heel vaak drukt op mijn neus, zeg maar. Ja, hij zit volgens mij gewoon goed. Ja, je bent er blij mee. Dankjewel, man. Heel nice. Ik zie bijna geen shit of die stickers er nog op zitten. Ja. Dus ja, dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Vergeet even niet dat duimpje omhoog te doen. En dan gaan wij genieten van even een heel erg gaaf trucje. En niet alleen van mij, maar ook van Daniel. En hij
Hij is trouwens al een paar keer gebruikt. Hij is al beschadigd. Yep. Dat gaat best wel hard als Daniel in de buurt is. Oh. Oké, wat we kunnen doen, en dat is wel geinig. We doen het even kort en snel. We gaan ezelen, net als vroeger. Ja. Dus ik doe dit. En dan moet jij hem doen. Oké. Okay, en als je hem dan niet kan, dan heb je de letter E. Ik ben wel echt amateur, dat zou ik jullie zeggen. Boom! Easy bro. Nu mag jij iets doen en dan moet ik dan naar doen. Je dat, precies dat. Maar eigenlijk vind ik gewoon dat je dit moet nadoen. Ja. Oeh, clean. Eén rondje. Oeh. Je hebt de E. Ik heb de E. Oké, komt ie. Nee joh. Oh. Nog een keer. Hij gaat gewoon gelijk voor de combo. Zo. Doe ik die al. Die heb ik nog nooit gedaan aan de onderkant. Nee? Nee. Ik was vergeten dat er aan de onderkant ja, staat. Joh, ik wist het niet eens. Ja. Oh, let's go. Oh, hey. Let's go. Mag jij weer iets verzinnen? Oh, wat was dat? Je weet zelf ook niet wat je doet. Hey. Oh, hij wil me schieten. Dan heb je wel een letter. Twee keer geprobeerd, niet gelukt. Maakt niet uit, maakt niet uit. Hebben jullie er ook de E? Ja, beide de E. Eén rondje eromheen. Bijna, je doet het wel echt super goed, want Daniel heeft het echt nog niet zo vaak gedaan. Sorry, ik denk dat Joke straks belt. Als Joke belt, oh. Jij mag weer iets verzinnen. Oh, hoi Joke. Oh, wat verzin jij allemaal? Ja, ik kan hem niet, dus ik moet wel iets verzinnen. Wow! Ik vind die truc echt vet. Wat? Levensgevaarlijk. Ja. Oké, dan ruil ik hem nu in voor de enige echte knolpower kendama. Oké, daar gaat hij. Oh, bijna. Ik vind dat veel moeilijker met die kleine, weet ik nu. Dat is hem. Mag ik hem op je groot? Ik weet niet eens of ik op deze kan, ik ga het proberen. Ja, en aan de andere kant. Oh, bijna. EZE. Je mag groter pakken. Dit is ook wel echt leuk, want als mensen de kendama zelf besteld hebben, kunnen ze al deze trucjes naproberen te doen. Ja, thuis. Ik draag jullie uit. Ik zou zeggen, probeer het. De knolpauw kendama staat nu op knolpauw.nl. Oké. Oh! Hey, weet je wat ik dacht dat Daniel nu ging doen? Dat hij die bal zo omhoog zou gooien en hem dan zou koppen. Ja, wel van die gekke dingen. Ja. Die was een goeie bro. You did nice. I try my best. Boom! Oké. Okay. Nee, jij weer de grote. Oh, maar is wel dik. Ik doe ook maar wat nu. Ja, hoor. Snap ik. Oh nee, dat ga ik niet meer redden. Maar dat is wel... Nou heb je ook EZE. Ja, nu heb ik ook EZ. OZ, oh, EZ. Heb ik EZE al? Ja. Ja. Kom maar. Ik heb iets van mijn schouder. Het is gewoon een massieve houten bal wat, hè. Oei, 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 echt één. Ja, ik wil je afmaken, jongen. Nee, shit. Oh. Snap je wat ik bedoel? Ik heb verloren. Nee, zo. Jammer. Moet gaan. Ja, we moeten ook gaan, inderdaad. Maar ik wil nog even één trucje doen. En die vind ik echt super sick voor. Dubbel voor in de knoop. Ja, dat is de truc eigenlijk die ik deed. Om in de knoop te lus maken. Ja, je hebt dus dat je wipt hem zo. Dat is zeg maar een trucje. Je hebt hem dat je hem één keer eromheen. Ja, dat is een trucje. Dan zou je eventueel nog voor de... officialiteit. Oh, jammer. Ze kunnen steken, maar dat lukt niet. Maar dan heb je ook nog de twee. Oh! Oh, en hoppa! Nou, goede afsluiter. Let's go. Koffietje opdrinken en ja, met die banaan. Mooi, wordt echt superleuk. Ik heb knijters veel zin in. Dus nogmaals, vergeet het duimpje omhoog niet. En dan gaan we feestvieren vandaag. Weet je dat wij hier gewoon al een half jaar op zitten te hypen? Ja, we zitten een half jaar hier al op te wachten. En het is echt sick dat het geregeld is. Best wel uniek, dus dat wordt echt heel tof. Jullie snappen natuurlijk wel dat ik de roze bril mee moet nemen van Mario. En ik bedoel, check hoe goed die matcht met mijn hoodie. Ongelooflijk. En het zonnetje schijnt. Dus het is eigenlijk gewoon helemaal perfect. Maar ik sta hier dus nu voor de nieuwe auto van Daniel. En wat heeft hij een dikke auto gekocht, hé. Ongelooflijk. Super vet. Echt serieus super vet. Hele dikke wagenmaat. Lekker, hè? Ja, zeker. Ja, super blij mee. Echt nice. Dit wordt scheurbak. Nou, ik ga lekker naast jou zitten. Gaan we lekker toeren.
Let's go! Hoi, heel gek. Heel erg nice. Ja, dit is wel even wat meer luxe. Zo, dit is wel wat anders dan de visbus. Ja, zeker weten. Oh mijn god. Nou, daar rijden we, dames en heren, op de snelweg. Het is echt zulk mooi weer. We hebben echt heel veel geluk hiermee. Want dat gaat de dag alleen nog maar mooier maken. Zeker. Maar wat de dag nog mooier maakt, is dat ik zojuist te horen krijg dat Daniel hier een dakraam heeft. En niet zomaar een dakraampje. Deze kan best wel ver open. Dus laten we heel even stout wezen. En laten we het dakraam even helemaal open doen. En even kijken of het daadwerkelijk buiten ook een beetje koud is met de wind. Want straks, wat wij gaan ophalen, daar gaan we ook wel een bepaalde snelheid mee halen. Wat ook wel koud kan wezen. Koud in de wind, ja. En ik denk dat het handig is dat ik mezelf even ga opwarmen. Ja. Dat ik alvast een beetje wen aan de kou. En dat ik jou ook kan vertellen van, ah, Daniel is wel goed koud. Ja. Nou, laten we eens even proberen. Dat is goed. Daar gaat ie. Jij bent ook gek, jongen. Kijk dan. Woehoe! Yes, baby! Oh mijn god! Oké, doe dit thuis niet na! Mijn gezicht, jongen. Oh mijn god. Jij bent ook een gekke gast, jongen. Oh my god. Je man zat te kijken, jongen. Oi, oi, oi. Maar blij met de auto? Ja, super sick, kut, man. Ja, echt super sick. Maar het is echt lui, want meestal is het zeg maar zo dat dakraampjes een heel klein stukje open kunnen. Ja. Maar deze kan gewoon helemaal vanaf hier naar gewoon meer dan de helft kan die open. Wauw, jij gaat hier zoveel profijt van hebben. Ja, echt zo waar, hoor. Man. Dit is gewoon 100 keer beter dan die visbus. Dat is niet normaal. Kijk, en dan kunnen we hem ook nog zo, een beetje zo blinderen zo. Ja, super chill, bro. Daar mag je echt heel blij mee zijn. We hebben hard voor gewerkt, dus mooi om te zien dat het zich uitbetaalt. Zeker. Lekker, maat. Het is je gegund. En nu op naar Arnhem. Yeah. Hey, kapietje! Meteen kapietje! Ja! Hij begint te filmen en de eerste beste is gewoon een KP. Hoe dan? Ik krijg dat nog steeds zo vaak opgestuurd, KP-kentekens. Ja, blijft leuk om tegen te komen. Dat is alleen in de straat, hè? Serieus? Ja, altijd. Oh, sick. Elke dag. Every day. Dat is KP day. Ik had er eigenlijk zelf eentje moeten hebben. Ik had ooit een keertje gezegd, van het zal wel echt super vet zijn om gewoon een auto te kopen. Gewoon puur op basis van kenteken KP. En dan kijken we wel op welke auto je uitkomt. Maar ja, misschien ooit voor later. Maar goed, op naar Arnhem. Yo! Oh mijn god! Er staat gewoon een tank! Ja. Wat? Houten tank. Wat ziek! Er staat daar gewoon een tank, mensen. Alek. Hoi, hoe is het? Goedemorgen. Ja, goed met jou? Rustig. Oké, blijkbaar gek rijden. Ik laat de tank straks nog even zien. Oh. Het is de tank. Het is meneer de tank. Je hoeft niet de tank, het gaat oké! Dag! Dit wil gaan. Cadeautjes voor jou. Oh mijn god, ik ga schakelen. Oh, waarom niet voor mij, Alek? Toen Daniel vanochtend bij me kwam, had hij een cadeautje voor mij. Oh, yo, schakelen. Ja. Kijk, ik heb al een keer een bellyboat voor je geregeld. Check dit. Voor Daniel. Dik tankgek. Oh mijn god. Mijn oude boogschietleraar heeft hij gebouwd. Wat? Je oude boogschietleraar? Ja, ik zat vroeger op boogschieten. Wow, wat vet gast. Ja, kom een keer boogschieten bij mij in de tuin. Maar hij kan dat dus fucking goed. Bro, kan je mij les geven? We kunnen wel iets doen. Bro, ik heb boogschiet ding in de tuin. Boogschiet ding? Ja, boogschietpel en... Gewoon materiaal, ik heb materiaal. Ja, is goed. Deze gast wil je. Ja, ik weet ook niet wat hij gaat doen. Ja, we testen meteen de auto of niet. Zet hem op grip, zet hem op snowstand. Ja, snowmut. Sneeuwstand. Iedereen wordt boos hier. Oh, waarom? Buren. Oh, nee. Hoezo? Nee, ga maar. Doe maar.
Doe maar. Nee, doe maar niet. Doe maar niet. Niet kapot maken. Nee, ik maak niet kapot. Dit is gewoon dus een off-road test. Ja, gelukkig is de weg helemaal hard op de zand. De zand is gelukkig helemaal hard. Ah, ik ben jaloers op je bril. Ja, die heb ik van Daniel gekregen. Okay, nice. Dat was zijn cadeautje. Echt super lief voor kerst. Wow, maar wel een vette plek waar je woont hier in Arnhem. Ja, eerlijk toch? Is eerlijk, ja. Wel lekker, het is net buiten de stad. Het is een oude kazerne, hè? Super vet, man. Kazerne. Oké, we gaan met z'n drieën. En dat wordt echt één groot chaos. Ja, we moeten wel weten waar we heen moeten. Hoe lang is het nu nog eigenlijk? Waar is je phone? Volgens mij 20 minuutjes. Oké. Ja, dus je moet gewoon 20 minuten schakelen, jongen. Ja, het is echt serieus even wennen. Maar ik vind het wel fijn even weer met zo'n poke. Je hebt zo wop in 1, wop in 2, wop in 3, wop in 4, wop in 5, wop in 6 en weer in de vrij. Of in de reverse, midden op de snelweg. Nee, maar serieus, dikke bak, jongen. Echt niet normaal, mag je echt blij mee zijn. Dikke bak, mijn jong. Dikke bak, mijn jong. Jij moet even vertellen als het erin moet, want hier ergens is het. Dus, we zijn echt op de grens van, wat is het, Duitsland? Duitsland, hier is het, bij die blauwe vlag. Oei. We zijn hier één keer eerder geweest, dames en heren. Ja. En toen hebben we echt iets heel erg vets gezien. Ik zie het al. Dus het is hier. Oh, deze al. Oei. Hey, ik zie de trailer al staan. Ja, dat zou hem kunnen zijn. Ja, het was een zwarte trailer, geloof ik. Een trailer, toch? Waar zou ik de auto neerzetten? Ja, zet hem maar naast Audi. Die was op zich wel leuk. Zet hem naast Audi. Dat is wel leuk gedaan, Daniel. Dat is wel leuk. Zo, hey, je auto. Even, laten we daar nog even over hebben. Goed gekeurd. Thanks voor mijn ritje in de auto. Ja, bedankt voor het rijden. Bedankt voor de nieuwe snelheidstest. Het was helemaal super. Ja, ga je vertellen wat voor record ik heb neergezet? Of, nee. Ik dacht, ik ga even kijken hoe hard de auto gaat. Nou, oké, vertellen is wel leuk snelheid. Oké, nou, we zijn er, dames en heren. En it's a beautiful day. The sun is shining and it feels good. And nobody's gonna stop me now. En er staat hier een trailer, dames en heren. Als dit daadwerkelijk de trailer is, dan mogen we echt heel erg van geluk spreken. Oh my god. Dit is wel echt heel ziek, hoor. Ja, en op de trailer hoort iets. En dat is wat we gaan ophalen. Zo, kijk eens even. Kijk dan. Jeetje. Gewoon glimmende velgen, alles. Hey, zou dit de trailer zijn, Daniel? Dat kan ik zo zien. Als dit hem is, dan hebben we echt heel veel geluk al, hè? Het kan haast niet, want de trailer is toch veel te groot. Hé, maar heb jij al een Wow, wacht eens even. Heb jij al een rijbewijs voor je aanhanger? Hoeft niet. Hoeft dat niet? Nee, want het gaat precies goed met de combi. Nee. Ja, het zit onder de 3500 kilo. En maximaal gewicht plus de autogewicht is onder de 3500. Waarom ben ik dan mee? Want ik heb aanhangerrijbewijs. Ik dacht dat ik daarom mee moest. Ja, daarom moet je ook mee. Jij hebt het vaarbewijs, ik heb de aanhangerrijbewijs. Ik dacht, we vormen een team. Paparapa. En nu kom ik erachter dat je me helemaal niet nodig hebt. Nee. Wat de heck? Oh ja, ik heb hem nodig. Nee, ik moet hem wel verhalen. Oké, cool. Dit is hem inderdaad. Dit is eigenlijk al gaaf genoeg. Oké, dames en heren, daar gaan we. In het Walhalla van de boten. Oh my god. Hey! Goedemiddag. Goedemiddag. Waar staat hij? Dit is hem. Wat? Dit is hem. Ja. Oh my god. Binnen en zien we al gewoon deze spectaculaire boot. Ik moet je even teleurstellen. Het is niet die trailer. Nee, het is deze trailer. Hoe is het? Ja, goedje. Mooi. Ja. Toppie. Hoi. Dus voor de mensen die denken van wie is deze man en wat is dit voor omgeving. Maar u heeft een boot voor ons klaargemaakt. Ik heb ik niet helemaal, maar Bas heeft hem voor jullie klaargemaakt. Ja. Hij staat daar, hè? Ja. Niet normaal. Het mooiste wat je kunt krijgen. Een lunt. Kan je los van dat we al heel veel geluk hebben met dat het een lunt is, kan je drie dingen opnoemen waarvan je denkt, dit is gewoon de boot. Je bent een lunt als je met vuurwerk stunt. Nee, gewoon... Dat is op je jongen natuurlijk. Drie kenmerken waarvan je denkt, een lunt is gewoon top. Kijk aan naar de boot, hoe het eruit ziet, hoe de afwerking is. Nou, dat is het natuurlijk. Vistechnisch, gewoon supergoed ingericht. Ja,
Ja, en ook nog een mooie fun factor, want het loopt ook nog verschrikkelijk mooi. Het vaart hartstikke mooi. 100 kp's. 100 kp's. Ja, daar komt ie! Dus goed, dames en heren, het is een splinternieuwe boot. Klaargemaakt voor mij en Daniël om dit jaar te gaan gebruiken. Nou, dit jaar, ik moet eigenlijk zeggen volgend jaar, want het jaar is over een weekje bijna al voorbij. Daniël die gaat nu met zijn nieuwe wagen, gaat hij hem ervoor zetten. Waar we hier over praten, we hebben het over een splinternieuwe Lund, een 1675 Impact SS. Dit is hierachter dus een super dikke motor bevestigd en die heeft 100 kp, dames en heren. Oftewel 100 pk. Het is een Mercury en ik kan niet anders zeggen dan dat we ontzettend blij mogen zijn met deze droomboot. Dit is echt ongelooflijk. Dit is echt niet normaal. Dit is echt de dikste visboot die ik tot nu toe heb gezien. En Daniël en ik mogen hier gewoon een jaar lang gebruik van maken. En we gaan dus deze ook meenemen naar het water. Gelukkig met hulp om hem te testen. En meteen achter de nieuwe wagen van Daniël. Hoe super dik is dat? Dus de timing kon niet beter. En ik dacht dus dat Daniël me nodig had voor een aanhangerrijbewijs, maar... Jawel, ja, ja. Hij zegt van ja, maar hij kan het ook alleen. Maar ja, blijkbaar is de... Hoe zwaar is de boot ongeveer? Weet je dat zo uit je hoofd? 1400 kilo. 1400 kilo, oké. Dus hij is blijkbaar licht genoeg en ook niet te lang, waardoor je zonder aanhangerrijbewijs gewoon deze boot achter je auto kan doen. Dus dat maakt het eigenlijk wel super handig. Lekker praktisch. Ah, maar ongelooflijk, dames en heren. De trailer is ook echt super dik. Er zitten ook velgen onder, joh. Ongelooflijk. Alles is helemaal mooi, schoon, opgepoetst. En de binnenkant is echt serieus onwerkelijk. Ik bedoel, als je eventjes gaat kijken bij het stuur, laten we dat even de cockpit noemen, dan zul je zien dat daar een afstandsbediening zit. En als je die afstandsbediening pakt, dan kan je dus serieus alle lichten, dus de RGB, gebruiken om het te veranderen. De kwaliteit van de boxen is ook echt knijtersgoed. Dus dat is ook gruwelijk. We hebben hele vette Hummingbird beeldschermen erop zitten. Fish finders. Dus dan kunnen we gewoon de vissen opsporen. Ah, wat hier allemaal aan technologie op zit, wat wij gaan gebruiken om vissen te vangen, aankomend jaar is niet normaal. Dus verwacht sowieso in het nieuwe jaar wat vette nieuwe viscontent. En op deze manier wordt het gewoon ons veel makkelijker gemaakt. Want deze boot gaat serieus in de haven liggen. Ongeveer een kwartier tot 20 minuten van mijn huis vandaan. Hoe ziek is dat? Dat is niet normaal. Dus dit wordt gruwelijk. Dit wordt vet. En laten we heel eventjes het geluid testen van de speakers die hierin zitten. Je hebt verschillende manieren hoe je in de boot kan. Uiteindelijk hebben we hier natuurlijk een mooi trapje. Dus dat trapje die kunnen we gewoon uitklappen hier ook. En dan kan je erin. Maar je hebt verschillende manieren om erin te gaan. Ik ga heel eventjes mijn atletische lichaam gebruiken om erin te gaan. We doen het gewoon even zo. Hoppa! Kijk eens even. Zo, dat is even de snelste, makkelijkste manier. Eigenlijk wil ik hier gewoon in blijven zitten straks tijdens het rijden. En dan gewoon de bril op. En dan gaan we met die handel. Dat zou serieus geniaal zijn. Oké, maar check even wat voor cockpit dit is. Niet normaal, toch? Ze zijn nu bezig met koppelen. En Daniël is natuurlijk even goed aan het opletten, zodat hij weet hoe het moet. En dan kan Daniël het later wel weer aan mij uitleggen. Oh, dames en heren. We gaan even lekker een stukje varen. Woo! Zijn jullie klaar voor, dames en heren? Zet je skibril maar op. Want dit wordt een groot feest. Komt-ie. Woo! Let's go, baby. En dan maar dikke vissen vangen, jongen. Hey, maatje. Hoppakee. Oh, ik zie iemand aan de kant. Aan de kant, jongen. We komen eraan. Hij heeft de toeter alweer gevonden, hoor. Woe. Ja, dit is toch dik, dames en heren. Dit is niet normaal. Gruwelijk. Echt serieus gruwelijk. Deze cockpit, joh. Kijk dat stuur. Ik heb net gevraagd van, is dit het standaard stuur wat erin zit? Maar dit is dus gewoon het standaard stuur. Maar kijk hoe vet die eruit ziet. Bam. Ja, niet normaal. Deze beeldschermen hier zo. Oh, ongelooflijk. Oké, dames en heren. Zit hij bevestigd? Ja. Hij is klaar om te gaan. Ja, wat gaan we doen? Ga jij rijden of zal ik rijden? Wat wil je? Jij bent degene met aanhangerrijbewijs. Ja, dat is wel waar. Maar ja, je moet... Maar anders ben je voor niks mee.
anders ben ik voor niks mee, zegt hij. Nee, maar ja, wat gaan we doen? Ja, je moet uiteindelijk ook zelf kunnen natuurlijk. Zeker. Dus wel sick trouwens, dat je dit gewoon mag rijden met auto's zonder aanhangerrijbewijs. Serieus. Ja, als de combinatie maar klopt. Ja, vanwege kilo's en meters, ja, en dat is het. We hebben elkaar opgeteld. Dat is helemaal goed. Ja, het mag dus allemaal. Super lijp, man. Oké, ik ga het eerste rijden, hoor ik. Achter de auto, met de boot. Oei. Zo hard? Dit is niet normaal. Kunnen wij een klein stukje langzaam? Kunnen we een klein stukje langzaam rijden, zegt Daniel. Hij vindt het echt heel spannend. Logisch natuurlijk. Ik bedoel, kijk wat voor dikke boot je in één keer achter de auto hebt. En je hebt sowieso net een nieuwe auto en dan ook een boot. Wauw. Ongelooflijk dit, hè. Kijk eens even wie ik hier tegenkom. Sta je naast een fan? Wat is je naam? Klaas. Hoe is mijn Klaas? Goed. Leem is goed? Ja, Miel. Goed jong. Niks te klaar? Mooi boot. Mooi boot, hè? Precies. Niet dan. Hoeveel pk denk je? 100. 100? Of niet dan? En we houden het ook 100, of niet? Precies. Maar wij zijn verstandig, dames en heren. En hoe vind je mij in het echt? Ben ik een beetje aardig? Of, want je zei net dat ik wel wat kleiner was in het echt dan op film. Ja, hij zei, en zo, ik moet zeggen, in het echt ben je wel wat kleiner. Nou ja, dat kan gebeuren. Ik hoor dat wel vaker hoor, dat van, joh, en zo, in het echt is je stem anders dan op film. Omdat, ja, ik heb microfoontjes op mijn camera en die microfoontjes die vervormen toch mijn stem wel een klein beetje. En Klaas gaat nu om de hoek van de boot. Yes, ik zit in zijn vlog, yes. Ik dacht al, dat wil hij vast wel. Ik denk, neem nog even een extra stukje op. Maar het gaat nu gebeuren, dames en heren. We gaan er vandoor, alles is klaar. Dus let's go! De knop om te tanken met mijn auto. Mijn auto is zo nieuw. Dit vind ik zo mooi. Moet ik helpen of ja, zal ik je laten zoeken? Nee, help. En ze weet het al. Ja, echt. Je moet gewoon naar het klepje toe gaan en opdrukken. Denk je? Ja. Oh! Nee, ja hier. Ja hier? Ja, kijk, bij de stoel. Helemaal hier weer onder. Wat? Dat is wel een bijzonder plekje. Ik zal je eerlijk zeggen, dat had ik ook niet verwacht. Nee, ik zat echt na te denken, maar bij de stoel daar beneden? Huh? Ja, ik bedoel, als hij hier had gezeten, had het wel logisch geweest. Ja, echt hè. Nee, maar meestal heb je het wel gewoon hieronder. Meestal heb je het aan de linkerkant hier ergens, maar dat was het ook niet. Maar goed, in ieder geval even tanken, dat moet ook gebeuren. Ja, als je een boot trekt, dan gaat het wel harder. Gaat het meer zuipen. Maar als die boot straks het water in gaat, jongen. Wow! Dat wordt pas dik, hè? Ongelooflijk. Als je in je eentje in een boot zit, gaat niet vaak voorkomen, want het is natuurlijk gezellig om met vrienden te gaan vissen. Met z'n allen, zoveel mogelijk het liefst. Er kunnen 4 mensen op, dat is het meest praktisch, maar 6 mensen zou eventueel ook nog kunnen. Maar als je dan gaat varen, in je eentje, mocht het ooit een keer voorkomen, dan kan je gewoon 70 km per uur gaan. Dat is wel echt heel sick, met 100 pk achter de boot. Oh, een mooie snelheid op het water. En je gevoel op het water met snelheid is bijna dubbel. Dus 70 km per uur kan ongeveer aanvoelen als 130, 140 km per uur. Dat is wel snel. Natuur is mooi. Natuur is beautiful. Ga eens naar buiten. Ga genieten van de natuur. Very pretty. Hallo! Ik moet me scheren. Ja, ik moet me echt weer scheren, dames en heren. Kapitein Kilbert. Jij hebt wel een goede hieronder ook. Ja, ik heb een goede. Ja, hieronder heb ik ook. Ik heb dikke baas. Die haren zitten, zeg maar, hier zo. Ja, er zitten niet veel haartjes, nee. Ja, ik moet me echt weer even scheren, dames en heren. Scheren. Oh, we zijn er. Oh, de boot gaat in het water. Ja, toch? Alleen pinnen. Magisch moment dit. Magisch moment. Oeh! Dit wordt wat?
Yes, baby! Kijk eens even alle ruimte hier. Wow! De natuur is echt mooi. Deze natuur is echt een mooie natuur. Nou, dames en heren. Staan we dan? Oh, ik ben lekker ingepakt, joh. Heerlijk ook, die skibril. Perfect cadeau van Daniel deze ochtend. Echt heerlijk. Ja, het is nu al niet meer ochtend trouwens, want ze wel even een stukje rijden de hele tijd heen en weer. En met de aanhanger, met de boot zo, dan kan je niet zo hard rijden natuurlijk. Maar Daniel gaat het doen hoor, dames en heren. Ja hoor, hij gaat voor de eerste keer met de auto in zijn achteruit de boot in het water leggen. De boot wordt gedoopt, dames en heren. Nou, daar gaat hij. Denk jij, gaat het in één keer goed? Denk wel hoor. Jawel, ik heb wel vertrouwen in Daniel. Hij pakt het ook wel serieus aan hoor. Hij is gefocust, kan ik al zien. Kijk. Hallo daar. Hallo, gaat het goed komen? Denk ik ook wel. Wil je stoppen Daniel? Dan ga ik erbij in. Ja, hoppakee. Oh, ik ga meteen op het mooiste stoeltje. En dat is deze denk ik hiervoor. Dit lijkt me een zo'n knolstoeltje dit hier zo. Oh, heerlijk. Zit er goed vast? Ja. Yo, dit is nice hé. Toe maar Daniel. Super. Super! Nou, ik zit er in de boot samen met Bas. Je hebt je vaarbewijs, toch? Ik heb vaarbewijs, ja. Heb je vaarbewijs 1, 2, 3, 4, 5? Nee, 1 is genoeg. 1 is genoeg. Ja, ik kom niet op het IJsselmeer of de Waddenzee, dus dan... Dus dan kan je met 1... Ja, precies. Nou, top. Super. Gaat het goed zo, denk je? Ja, een beetje sturen nog. Daniel even aan wennen. Hij is bezig. Kijk, klein bochie. Super hoor, ik vind het knap. Oh mijn god, zit hij al in het water? Ja, dan kan jij zo de motor starten en zo. Ja, graag. Ik heb gehoord dat jij er ontzettend goed in bent. Zeker, dat kan ik. Ja hoor. Hey Daniel! Oh. Lekker vissen, maat. Ah, zonder hengels. Ja, we hebben serieus geen hengels bij ons niks. Want we gaan nu gewoon even kijken hoe het allemaal werkt, hoe het allemaal gaat. Maar je mag als eerst genoemd even de bootdukken losgooien. Ja. Doe jij maar, dan geef ik wel even tekst uit. Kijk uit voor je schoenen, maat. Je schoenen worden nat. Deze indrukken. Nee, zo. Hij staat met zijn rechter schoen in het water. Ja. Nou, en deze hendel. Ja. Als je, nu staat hij op zijn oplieren, zeg maar. Mm-hmm. En dat deze zo doet. Oh ja. Dan staat hij af. Hou hem in de handen. Ja. Oh. Ja, precies. Pas op, Frank. Nou, daar gaan we. Nou, ik ben blij dat ik me zo warm heb gekleed, dames en heren. Want het is echt serieus ongelooflijk zo koud, joh. Oh, hier komen nog andere vissers aan. Hallo! Twee andere vissers met een kleiner bootje. Dus daar ligt een bootje. Het is op zich ook wel lekker om nu te vissen. Alleen je moet je gewoon heel warm aankleden. Moet ik hem starten zo? Ja, je mag hem starten. Mag ik hem nu starten? Jazeker. Serieus? Ja. Daar gaat hij. 100 brute pk's. Haha, daar gaat hij. Wow! Oh, ruik dan! Oh, wat ruikt dit lekker! Oh, dit ruikt lekker! Oh, dit is machtig! Een stuurtje! Lekker vissen! Yeah. Dit is echt dik! Oh, zo dik! Moet ik iets doen? Moet ik hem eens achteruit zetten? Ja, doe maar eens! Ja? Even kijken, gewoon R, hè? Reverse! En de F van forward! Ja. Oh, beetje tempo! Dan klikt hij er vanzelf in! Oh mijn god, ik ben aan het varen nu! Ik heb geen eens vaarbewijs! Jij wel, dus dat scheelt! Kan ik hem nu eens aan zijn voren zetten? Ja hoor. Oh. Ja, die knop even loslaten. Deze, die is van het trimmen. Oh, die moet niet aanraken. Nee, dus die doen we weer even naar beneden. Oh. Als tillen we de motor uit het water en dan doet hij het niet. Ik ben een amateur, hè, dames en heren. Ik moet allemaal nog leren. Oh, beetje snelheid. Oh, een beetje sneller. Hop, klik. Oh, ja, eerste stukje is alleen schakelen en dan pas gaat die gas geven. Oi, oi, oi. De ballen! Oh mijn god, dit is het leven! Wow! Jeetje, wat machtig heet dit! Oi, 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 100 pk onder de poepet, dames en heren! Oi, 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 ik laat hem even lekker in deze snelheid. Kijk eens even! Heel romantisch hoor, zo Bas. Jazeker! Ik denk dat we niet meer teruggaan naar de helling. We gaan gewoon lekker met z'n tweeën op stap. Oh, dit is wel sick hoor. Kan het nog harder, hè? Ja, dat kan zeker. Oei, 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 gek. Wow. Oh, fucking koud. Lekker warm, hoor. Oei, oei, gek. Wow. Oei, doe wat zachter. Oei, 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 oei. Hoppa. Even sturen. Miami Vice. Oh, wat
leven dit. Wauw. En weer terug. Hoppa. Nee. Jeetje, wat dik, hé. Die fishfinder en alles. Oh, gas erop met het ding. Hoppa, gek. Oh, een paar golfjes. Oh, het is echt koud, joh. Wow, wow. We gaan hard. Oh. Holy shit. Wow. Wow, gek. Wow. Dit is niet normaal, Bas. Wat een boot is dit. Oh, mijn god. Blijft altijd leuk. Ja joh, dit is zo mooi. Dames en heren, deze boot is niet normaal. Dit is echt, dit is... Oh man, dit is gekke werk. Dit ding is zo gruwelijks dik. Oh man. Ik kan niet wachten tot het weer mooi weer is. En dat we gewoon met deze boot gewoon de hele dag lekker op het water kunnen chillen. En lekker kunnen wakeboarden, gewoon achter de boot. Even vissen vangen. Wauw, lekker bruin worden, kort broekie. Nu is het allemaal maar gewoon goed inpakken en koud. Maar wacht maar. Gaat goed komen. Hoi. Het is koud, mijn jongen. Oh, niet normaal. Kijk, Daniel heeft ook de skibril op. Are you ready? Yo bro, jij gaat genieten, jongen. Ik zweer het je. En wel voorzichtig, want ik sta hier op de punt, hè. Ja, ja. Oh mijn god, ik heb het zo koud hier. Geen onverwachte bochten, want ik lig in het water, jongen. Ik zweer het je. Wow, gek. Kijk hem. Mooi joh, gek, mooi joh. Wat een boot, jongen. Maatje. Ik denk dat ik 2 minuten kan varen, dan heb ik frostbite. Wij hebben echt... Oei. We hebben handschoenen nodig. Zo. Met dank aan Alex. Ja, dankjewel Alex. Dankjewel Axel. Nou, laat voor vriend. Allemaal gordels om. Ja, ik ben heel benieuwd. Ga jij ze ervaren? Gaan we. Ik wil eens even in planeet komen. Kijk eens. Hoppa. Woe. Man. Gas op plankie. Lekker wat. Het is ook zo ziek dat je een lekker stuurtje hebt, joh. Ja, jongen. Niet normaal. Koud, jongen. Woe! Vind je het mooi, Frank? Top, jongens. Fantastisch, hè? Weer, wacht even. Zullen we morgen weer doen? Ja, ik heb het weer. Heel raar. Ik snap er niet. Even een bochtje. Hola! Bochtje van de zaak. Even een rondje van de zaak. Golf weer pakken. Vlots. Hoppa. Oh, dit is zo dik, hè. Niet normaal. Waar moet ik heen? Ja, ergens daar. Ik weet niet waar die is. We zijn de droom kwijt. Help. Oh. Waar is hij? Zie je niet? Ja, het kutte is dat hij terugvliegt naar home. Maar dat is onder water. Echt? Dan kan niet water. Dan moet je daar ergens zijn, denk ik. Ja. Oh. Hij is ook niet verbonden nu. Het zou echt kut zijn, hè, als hij weg is, de drone. Ja, dat zou zeker heel zuur zijn. Ja, ik vind het... Ja, kijk, de shots maken me niet uit. Ik zit gewoon lullig voor Alec als hij kwijt is. Het is gewoon materiaal, dat is wel zonde. Ja, het is gewoon die app die crasht ineens. Daar kan ik ook niks aan doen. Later. Wauw. Ja, dat is wel heel zuur. Is hij echt gone? Ik denk het wel. Dat is wel echt kloten. Hij zegt laatste locatie, maar hij verbindt er ook niet meer mee. Ah, wauw. Ja. Why? DJY. Ja, precies. DJY. Ja, aan de ene kant is het heel leuk om dan een grapje te maken. Aan de andere kant ook wel heel erg kut. We zitten nu in zo'n moment, zeg maar. Dat ik vind het allemaal heel mooi, gezellig en leuk. Maar ik vind dit wel echt heel kut. Ja, het is echt kut. Ja, ik heb de shots heb ik allemaal nog. Maar ja, die heb je dan... Als deze video dan heel veel wordt bekeken, dan kunnen we een nieuwe drone kopen voor Alex. En als we dan even met deze boot meedoen aan een viswedstrijd, een eerste worden. Ja. En dan gewoon weer een drone kunnen kopen met dat eerste dan geld. Dan kopen we er 2. Dan kopen we er 2, reserve. Ja. Dat is echt niet leuk. Ja, zo'n ding die zinkt ook gelijk.
Dat is kut. Ja, het leven kent goede tijden en het leven kent slechte tijden. Ja, daar heb ik een serie over gemaakt. Goede tijden, slechte tijden. Oh, ja, ben jij daar de producer van? Nou, kut. Ja, nee, dit is balen. Maar die hebben dus ook alle droombeelden die je dan hebt, die zijn dan in 720p. Ja, dat maakt niet uit, dat komt goed. Ja, smet je op deze mooie middag. Wat zeg je? Smet je op deze mooie middag. Allee, noem je dat zo? Ja. Oké, okay, dat is weer een uitdrukking. Ja. Een uitdrukking uit jullie buurt. Nou, dat weet ik niet. Oh. Oké, okay, gaat goed komen. We gaan iets oplossen voor Alec. We gaan iets verzinnen. Maar weet jij wat mij nou zo dik lijkt, hè? Weet je wat me zo dik lijkt? Als Frank nou eens even lekker gaat varen. Ja, zal ik het even gaan varen? Ik wil even dat die boot even goed op zijn staart getrapt wordt, dan vang ik zelf. Ja, dat vind ik ook, ja, dat vind ja, ik dat wel. Vind ik ook leuk. Ja hoor. Allemaal goede levensverzekering. Ja, ik ga liggen hier ook. Ja. Laat maar zien wat die boot kan. Want eventjes voor de duidelijkheid. Frank is dus de man van de boten die dus alles kan leveren van de luntboten. Nou, zoals je ziet, deze boot ongelooflijk. Dus daarvoor echt een hele grote bedankt en een duimpje omhoog voor Frank. En de man die dan alle accessoires erop kan zetten. En die boot in en uit elkaar kan zetten, dat is Bas. Ook daarvoor enorm bedankt. En ja, we hebben net al Bas even gezien. Nou, ik kan je vertellen, Bas heeft op een goede manier een steekje los zitten. En we gaan even kijken of Frank dat ook heeft. We gaan proberen, jongens. Ik lig er klaar voor je. Wow! Oi, oi, oi. Oh, ik lig hier wel lekker, hoor. Oh, ja. Holy shit! Jezus! Oei! Dit zijn ze hoor! Yes! Woo! Zo zijn we net een dag. Wat? De drone! De drone! Ja, de drone! De drone! Ja, de drone daar! De drone! De drone! Waar is hij? Hier is hij, de drone! Oh mijn god, Frank! Hier is hij! Ja, pak hem! Fuck de drone! Daaronder? What the fuck? Oh mijn god! Heeft hij? Oh mijn god! Yes! 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 Zo op zo'n Frank, die zei in één keer de drone. Ojojoj. Dit is zo ziek. Wat gaat er door je heen? Gast. Ik ben zo fucking blij. Oh, yo. Hey, wie is hier de captain? Hey. Ja, echt hoor, dames en heren. Wow. Ongelooflijk. Zo'n stukje langs jullie hoofd af. Niet normaal. Yes! Dan staat hij ook vast wel op film. Ojojoj. Hij ging zo'n stukje langs de hoofd. Zo. Toch die bril, hè? Die bril is wel handig, hoor. Vond je het een goed idee dat ik Frank even liet varen? Ja, zeker. Zo. Hoe dan? Ik ben benieuwd. Hoeveel batterij heb je nog? Ja, nog twee van de vier. Dus, Oh mijn god. Oh mijn god, gast. Nou, dit is iets wat je echt eigenlijk nooit meemaakt. Dit is onbeschrijfelijk. Dit is wel heel bijzonder. Hij had, moet je nagaan, hè? Hij had die controle had hij al uitgedaan. Hup, zo in zijn zak. Ja, ik dacht, ik ben klaar. Oh joh. Ziek, jongen. Jeetje. Hé, hey, maar dat hij hem ook niet normaal. Ja, waarom heb je zo'n stukje? Hij ging zo'n stukje van Enzo's hoofd af. Nou, ik zal de kerstman wel weer appen dat hij die drone weer kan inpakken en niemand anders kan geven. Want het is niet meer nodig. Hij heeft hem weer terug. Ongelooflijk. Nee, maar één ding is zeker. Als ik eventjes een cijfer moet geven van 1 op 10 voor de drive skills van Frank, dan is het wel een dikke 10 hoor. Ja. Probeer dit even naar. Ja, niet normaal. Oei. Blij hoor. Blij dat hij weer terug is, dames en heren. Wat een geluk. Niet normaal.
check dit ook, dames en heren. Kijk hoe ontzettend ziek dit scherm is, joh. En dan heb je er ook nog helemaal eentje daarachter, dat scherm. Oh, dit is niet normaal, hoor. Dit is echt niet normaal. Dit is wel echt een cockpit waar je u tegen zegt. Dit is niet normaal. Jeetje. Echt gewoon, maar dat je ook gewoon in een boot zit en gewoon in een cockpit zit. En dan in de zomer dat de vliegen gewoon niet in je ogen komen. Dat is zo lekker. Top. Of een drone in je ogen. Dat is nu ook heel lekker, hoor. We hebben er in ieder geval genoeg van gehad. En het komt puur door de kou. Dat komt niet door de boot of de mensen of de gezelligheid. En we moeten hem nog opwerken. We gaan hem nog naar de haven brengen. Wow. Maar we gaan de boot natuurlijk ergens veilig opslaan. Dat verdient deze boot wel. En er zit allemaal best wel dure apparatuur op. Dus dat gaan we nog even doen. Dus ja, veel rijden vandaag. Drukke planning met heen en weer rijden. En we hebben de boot even uitgetest. En we hebben allemaal een stukje gevaren. Was echt fantastisch. We hebben genoten. Oh, de drone is weer terug. Hele koude handen. Ze vallen er bijna af. Dat gevoel heb ik. Ik heb moeite met bewegen. Maar het was het allemaal waard. En kijk nou eens even hoe mooi dit is. Woe! Prachtig. En nog eventjes vanaf hier, dames en heren. Oh ja, en hier kunnen jullie goed zien hoe koud het is. Check dit. Er ligt gewoon ijs hier. Wat? Zo koud gewoon. Niet normaal. Maar wel gruwelijk, hoor. Ongelooflijk. Nou, dan komt Daniel met zijn nieuwe trotse wagen. Kijk nou even wat een plaatje dit is, hoor. Dikke trailer ook. Oh, echt gruwelijk. Ah, ik vind het knap hoe hij dit doet. Doet hij netjes. Kijk ook die wolken daarachter, hè. Zo mooi. Echt een vette wagen, hè. Of niet, dames en heren, deze? Super dik. Gast, dit is zo'n vet plaatje zo. Ja, echt niet normaal. Echt zo'n blije jongen. Oi, oi, oi. Wil je zo Bas hem erop varen? Laten zien hoe dat moet. Of wil je hier? Ja, ik ben zelf altijd nieren, maar okay. Mag hem opvaren? Ja, hoor. De opvaren ziet er wel het spectaculairst uit, denk ik. Okay. En dan moet je zo'n spannende muziek in. Dan moet je wat muziek erin. Ja? Dat hoor ik wel vaak. Oh, dat wordt wel. Oh. Dat wordt wel erg dik. Oké, voor de mensen die niet begrijpen wat er nu gaat gebeuren. Bas die gaat hem met een 360 erop varen. Hey, Bas die gaat hem erop varen en dat schijnt wel spectaculair te zijn. Kom op, hè, Bas. Geen foutjes maken. Ja, dit is wel dik, hoor. Ja. Dit vind ik wel echt stoer eruit zien. Je ziet de trailer amper meer. Een klein beetje gas. Hop. Hier zit de kras op. Komt door het gewicht van Bas, hè? Staat iets die kant op. Nou, daar gaat hij met zijn trekkracht. Let's go. Oh. Kijk eens even. Hopsakee. Hey. Nice. Zo doe je dat, dames en heren. Hopsakee, ideaal. Wat dik, hè. Kijk eens even, dames en heren. Hoppa. We hebben het gered. We zijn bij de jachthaven. Dames en heren, zoals jullie kunnen zien, de boot die staat hier perfect op de trailer. Hij lijkt in één keer heel erg klein tussen die andere boten. Hij past precies. Hij past, moet je kijken. Ja, het is echt nog maar net. Maar het is prima. Hey, wat past, dat past. En dat laten we lekker staan. Dus hij staat hier helemaal toppie. Dus opgeruimd staat netjes. Nou, en dan deze grote deur dicht en dan klaar. Daar zitten we, dames en heren. In de Apex Ski Hut. Hier zo nog steeds skibril op. Jawel. En Myron die heeft heerlijk gekookt. Lekkere lasagne met spinazie. Yes. En ik had... Oh, even kijken, wat was het ook alweer? Oh ja, het is groen en het schuilt achter een boom. Verstoppeli? Spionazie. Okay. Ja, dan moet ik wel credits geven aan QC, man. Dat had ik gezien bij Supergaande. Maar oké, is goed. Eet smakelijk allemaal. Leuk dat je er ook bij bent, Noël. Ja. Ja, een paar dagen zie je slapen, hè? Gezellig. Met papa, mama en zo, ja. Knol. Gezellig. En Myron. Myron lekker koken voor Noël. En we alles opruimen van Noël. En we alles wassen van Noël. Nee, dat komt goed. Is bij de bank alweer opgeruimd. Nou, we gaan lekker smikkelen hier zo. Echt heerlijk. En wat een dag hebben wij gehad. Niet toch?
Ongelooflijk. Bizar. Ja, komen mooie video's aan met de boot, dames en heren. Zeker. Dus dat wordt echt heel erg vet. Ook echt zin in het lekkere weer. Dat we straks gewoon zo. Nou, achter die boot. Ja, dat wordt ook echt. Dat is het mooie van die boot. Niet alleen vissen, maar het is gewoon meer geouwehoer ook. Dus dat. Ja, dat wordt leuk. Zo, dames en heren. Ik ga lekker naar bed toe. Het was echt een onwerkelijke dag. Ik heb heel erg genoten. En ik kan niet wachten op het eerste avontuur met de boot. Maar dat gaan jullie zien als jullie vlogs blijven kijken. Wordt super vet. Bedankt allemaal. Hopelijk zie ik jullie morgen bij gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!